We organiseren voor de buurt Rietschoorvelde, voor een aantal andere mensen is het de eerste webinar. Maar voor iedereen welkom. Ik wil jullie heel erg bedanken om vandaag aanwezig te zijn. Het is een mooie, warme lenteavond. Dus om dan toch het plezier van een scherm te verkiezen boven een fijn terrasje buiten, dat vinden wij zeer fijn. De mensen die jullie vanavond aan het woord zullen zien zijn voor 90% dezelfde als de vorige keer. De mensen die in december ook het woord hebben genomen. Maar we verwelkomen vandaag ook Harald Schenk, die als tweede spreker na Wouter Schils zal optreden en die langs de aannemerskant alvast een aantal zeer concrete toelichtingen zal geven bij hoe de werf onder meer zal ingericht worden. We bouwen in de mate van het mogelijke voort op de informatie die we tijdens de eerste webinar hebben gegeven. Maar uiteraard blijft het principe: vragen staat vrij. Als er zaken zijn die onduidelijk zijn, als er zaken zijn waarbij jullie vragen bij hebben, aarzel niet. Wij gaan opnieuw proberen om tijdens deze webinar zoveel als mogelijk vragen te beantwoorden. Vragen die niet beantwoord kunnen worden omwille van het tijdsbestek of omwille van het feit dat ze misschien een iets complexer antwoord vragen, die zullen wij uiteraard nadien schriftelijk beantwoorden en zullen dan opnieuw via mail ter beschikking worden gesteld en uiteraard ook daags nadien of donderdag op onze website te vinden zijn. Vragen willen we vragen om die in de Q&A-functie te stellen. Je hebt daar twee mogelijkheden. We willen vragen om de vragen ook zo publiek mogelijk te stellen. Lukt dat niet? Geen probleem. Wij zien sowieso alle vragen, maar je kan zelf kiezen of je ze alleen aan ons zichtbaar maakt, dan wel aan iedereen die deelneemt aan deze webinar. En we vragen om het tweede te doen. Maar nogmaals, lukt het niet? Geen probleem. Alle vragen komen bij ons binnen. We zullen ze ook voorlezen op het moment dat ze beantwoord worden, zodanig dat vraag en antwoord voor iedereen duidelijk is. We gaan in tegenstelling tot de vorige keer tussentijds ook een aantal pauzemomenten inlassen, net om jullie de mogelijkheid te geven om tussentijds jullie vragen te stellen. We beantwoorden ze weliswaar op het laatst, maar dan hoef je niet tot op het laatst te blijven zitten, ook niet met die ene prangende vraag die misschien nadien uit je gedachten gaat, want het is best wel veel informatie die we nu met jullie willen delen. En ik wil het herhalen, we zijn hier om jullie te helpen, om jullie informatie te geven. Mochten er zaken onduidelijk zijn, mochten er zaken te technisch worden uitgelegd, mocht je een herhaling van de toelichting wensen, van het gedeelte van de toelichting uiteraard, dan kan dat. De toelichting wordt opnieuw opgenomen zoals de vorige keer en kan ook nadien herbeluisterd worden. Maar vragen staat vrij. En dan geef ik nu graag het woord aan Wouter Schils. Dank u wel, Annick. Goedemiddag of goedenavond allemaal. We gaan eraan beginnen. Dus ja, de Oosterweel werken bij Luchtbal. We spitsen ons hier in eerste instantie, gaan we nog eens kort over wat het nu in de grote lijnen is, om dan ook wel meer in detail te kijken naar de werken ter hoogte van Luchtbal en Merksem. Dus nog eens een korte herhaling van wat we nu juist gaan bouwen. Dus hier zien jullie een plaatje met de huidige ring, dus vandaag de dag. Dus komende van Nederland richting het zuiden, hier aan de Groenendaallaan met het volledige aansluitingscomplex. Om dan vervolgens op het viaduct over te gaan tot aan het Sportpaleis en verder door met de verbinding E313. En zo verder, helemaal verder door tot in de Kennedy-tunnel en zo richting Gent. Jullie zien dus ook wat er vandaag de dag mist, is de missing link. Dus dat is hetgeen dat wij dan gaan bouwen. Dat zien jullie op dit figuurtje. Dus hier, naast de werken die we vandaag de dag op Linkeroever al doen, gaan we hier dus de nieuwe Scheldetunnel bouwen. Die komt dan kort even boven aan de Oosterweelknoop, om dan vervolgens terug ondergronds verder te gaan via de kanaaltunnels. Om dan verderop te splitsen in de richting R1 Oost, naar het Sportpaleis en naar T313. En anderzijds richting het noorden, onder de Groenendaallaan door en zo verder tot op de aansluiting met Nederland. U ziet op het printje de oranje zaken. Dus het oranje gekleurde zijn de tunnels, het geel gekleurde zijn de open stukken. Het grijze zijn de bestaande snelweg, met uitzondering van Linkeroever hier, die wordt ook aangepast. Let dus wel, het gele zijn dus open sleuven. Dat wil zeggen dat het daar niet zomaar een snelweg is die wordt heraangelegd, maar wel degelijk verdiept tussen zijwanden om de snelweg dieper aan te leggen dan vandaag de dag. Als we dan toespitsen op R1 Noord. Dus hier ziet u helemaal in het noorden de Jozef Mazurenbrug. Hier ziet u de bestaande ring richting de Groenendaallaan onderaan het scherm. Hier wijk Distelhoek.
En dan de Lambrechtshoekelaan en dus de Groenendaallaan. Ik ga hier mijn balkje wegdoen. Ja. Vandaag de dag ziet u dus ook dat de Groenendaallaan onder de ring doorgaat en onder het spoorviaduct verder door. Hoe gaat dat nu in de toekomst eruit zien? In de toekomst krijgen we het volgende beeld. Voilà, dus aan de Jozef Mazurenbrug takken we af of beginnen we. De ring gaat hier verder en verder naar beneden tot op een verdiepte ligging om zo helemaal door onder de Groenendaallaan door te gaan. De Groenendaallaan zelf wordt ook verdiept, dus gaat een halve verdieping, om het zo te zeggen, naar beneden. Wat ons de ruimte geeft om dus ook een overkapping van het stuk over de Groenendaallaan te doen. En dus de mogelijkheid geeft om hier een park aan te leggen. Dus u ziet hier een hele parkomgeving die vernieuwd aangelegd wordt. Die wordt ook verbonden door middel van een parkverbinding, dus een groene brug. Hetgeen dus toelaat om een heel netwerk van fietspaden en voetpaden aan te leggen. Waaronder dus bijvoorbeeld ook het fietspad helemaal van het noorden, dat zo ongelijkvloers kan doorlopen richting het zuiden. Je ziet hier ook langs de wijk van Merksem wordt ook het groen wordt heringericht tot een nieuw park. Nu, waarom doen we het nu? In eerste instantie, wat een belangrijke factor is, zoals ik daarnet zei, ja, we maken de missing link. Dus we willen vandaag de dag, de situatie die we vandaag hebben, willen we verbeteren. We willen het vlotter bereikbaar maken. Een betere verbinding met minder files tot gevolg. Dus dat is een belangrijke zaak in het vervolledigen van de ring. Daarnaast, dat brengt onlosmakelijk ook met zich mee dat het veiliger wordt. Dus de situaties die in het verleden van toepassing waren op de huidige of op de toen geldende situatie, die worden herbekeken, die worden herzien in het licht van de huidige situatie. En nieuwe aspecten en nieuwe ontwerpen worden uitgewerkt om alles veiliger en vlotter te maken. Dat geeft ons ook de ruimte om dat tegelijkertijd te koppelen met een aantal andere zaken. Dus het feit dat we de ring gaan vernieuwen, geeft ons de kans en de opportuniteit om dus ook meer ruimte te voorzien. Dus ik had het er net over de overkapping aan de Groenendaallaan. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waar dat we de opportuniteit van het verdiepen en het vernieuwen van de ring grijpen om dus ook meer ruimte te creëren, meer groen. En daarmee samengaand dus ook een gezondere situatie te creëren waarin dat we met meer groen en aandacht voor een andere vervoersmodaliteit toespitsen en daartoe willen werken om Antwerpen gezonder, mobieler en veiliger te maken. Nu, hoe gaan de werken nu juist lopen? We beginnen in het einde van dit jaar, dus eind 2021. En we plannen te eindigen in 2030. Nu, hoe zien die eruit in grote lijnen? Er zijn 5 grote stappen. Als eerste zullen we dus een aantal voorbereidende werken moeten doen. Dat wil zeggen nutsleidingen verplaatsen. Een aantal voorbereidingen die we moeten doen alvorens we overgaan kunnen gaan naar stap 2. Wat is stap 2? Is de bouw van een tijdelijke bypass voor het verkeer. Dus je ziet hier vandaag de dag het bestaande viaduct van Merksem, de bestaande ring. Hier wordt een bypass gebouwd om dus het verkeer daarop af te leiden om vervolgens de hoofdwerken te kunnen uitvoeren. En dat is stap 3. Stap 3 is dus voldoende ruimte vrijmaken. Wat dus wil zeggen dat we de bestaande ring moeten ontmantelen en dus kunnen starten aan de bouw van een nieuwe ring. Wanneer dat de nieuwe ring klaar is, komen we aan stap 4 en breken we de bypass terug af. Dus dat is een tijdelijke verbindingsweg die dat we hebben. Om dan uiteindelijk in stap 6, wanneer dat we dus de bypass afgebroken hebben, ook het landschap en de rest van de omgeving volledig kunnen afwerken. Nu over die indeling en de modaliteiten van de bypass, daar wordt zo dadelijk meer over verteld. Ik begin even bij de voorbereidende werken. Dus zoals ik zei, in 2021 starten we met het verplaatsen van een aantal nutsleidingen, dus elektriciteit, gasleiding, waterleiding, verplaatsing van de schijnkokers. Dus dat zijn belangrijke werken die we hier in het noorden doen. Daarover zo dadelijk ook meer. En wat dat we ook doen in eerste instantie is de aanleg van de zijwanden van de verdiepte ring. Met name van de rechterzijwanden, dus de rechterzijde. Waarom? Omdat we daar later, als de bypass erover komt, kunnen we daar niet meer aan. Dus dat is een voorbereidend werk dat we op voorhand moeten uitvoeren. Dan vanaf 2022 beginnen we aan de bouw van de eigenlijke bypass. Die ziet u hier in het roze daarlangs.
Dus die ligt langs het bestaande snelwegennet op zo'n manier net ver genoeg dat de hoofdwerken kunnen uitgevoerd worden. Dus ook niet verder dan dat. Die gaat via een viaduct over de Groenendaallaan om vervolgens deels van het bestaande viaduct en deels op een nieuw viaduct verder door naar het oosten te gaan. Die bypass die zal 4 rijstroken richting het noorden hebben en 3 richting het zuiden. Strekt zich dus uit tussen de Mazurenbrug en de E313. En komt te liggen op dezelfde hoogte als de bestaande ring. Dus ook ter hoogte van R1 Oost, hier komt dit op de bestaande hoogte te liggen, idem in het noorden. Komt daar nog eens bij dat er een geluidswering wordt voorzien aan de oostzijde en dat er 70 km per uur gehandhaafd wordt op de volledige bypass. De voorbereiden of de werken die dat hier voor nodig zijn, die lopen dus van 2022 tot 2024. Vanaf 2024, ik ga nog even verder, dat is wat ik daarnet gezegd heb. Vanaf 2024 gaan we dan over naar de volgende fase. Nu, nog heel kort, waarom is de bypass nodig? We leggen dus, zoals ik daarnet zei, de bypass aan ten oosten van de bestaande ring. Nu, op die manier krijgen we dus een situatie waarin dat we het verkeer maximaal op die bypass houden. We willen ruimte creëren voor de werf, op een manier dat de aannemer dus zo snel mogelijk kan werken en zo goed mogelijk kan werken. Maar we willen dat ook doen op zo'n manier dat het verkeer nog altijd op een deftige manier in stand gehouden wordt, zodat het zijn weg niet gaat zoeken via het onderliggend wegennet. Vandaar dus dat we moeite en tijd en geld steken in die tijdelijke infrastructuur om dus dat wegennet optimaal te houden, zodat het zich niet gaat verspreiden op het onderliggend wegennet. Het feit dat we het op een zodanige manier ontwerpen en bouwen, dat het daar zo lang mogelijk tijdens de werken kan blijven liggen, dus dat er weinig fasewissels nodig zijn en dat het een uniforme verkeerssituatie inhoudt, maakt ook dat het veiliger is, dat het makkelijker te monitoren is naar impact op omgeving en dat zowel de dagdagelijkse gebruiker een herkenbare situatie heeft, maar ook de aannemer voldoende ruimte om zijn werken te kunnen doen en dus ook zo snel mogelijk kan werken en zo snel mogelijk kan afwerken. Dus ik zei daarnet, 2024 nemen we de bypass in gebruik. Dat wil zeggen dat we dus op dat moment op het roze tracé hier komen te rijden, tussen E313 en tussen Mazuren. Geeft ons dan de mogelijkheid om de bestaande ring op dat tracé te ontmantelen en te beginnen met het uitgraven van de verdiepte ligging van de ring. Op dat moment zal er dus hier aan de kanaaltunnels een werfzone zijn en hier verder door over het hele tracé ook. Om dan uiteindelijk in 2029, dan gaan we het verkeer omzetten op het nieuwe tracé. Op dat moment kunnen we dus de bypass afbreken om uiteindelijk in 2030 de volledige Oosterweelverbinding in dienst te kunnen nemen. Op dat moment moeten we dus de bypass is afgebroken en moeten we het landschap, of gaan we het landschap nog inrichten om dus ook de volledige bijhorende groeninrichting, om ook die volledig in orde te brengen. Nog even toespitsen op de werken bij Merksem dan. Dus zoals ik daarnet zei, in 2021 starten we bij de werken in Merksem. Specifiek dit jaar in mei starten we al ter hoogte van de Groenendaallaan. Wat houdt dat juist in? Dat houdt het volgende in. Dus vanaf 1 mei starten we ter hoogte van de Groenendaallaan. Dat wil zeggen dat we aan de noordzijde de nodige ruimte gaan nodig hebben om nutsleidingen te verplaatsen. Die nutsleidingen moeten verplaatst worden om delen van de hoofdwerken later te kunnen uitvoeren. Daardoor gaat er 1 rijstrook richting Noorderlaan geknipt worden. En om dat te kunnen doen, wordt het fietspad dat vandaag de dag aan de noordzijde ligt, wordt ook aan de zuidzijde gelegd in de vorm van een dubbelzijdig of een dubbelrichting fietspad. Die werken zullen duren tot september. Nu, tijdens die periode zijn er nog 2 speciale of 2 specifieke momenten waarop dat er extra hinder te verwachten valt. Dat is enerzijds het weekend van 4 tot 6 juni. Daarin zal de oprit richting Nederland komende van Merksem en de afrit komende van het zuiden richting Noorderlaan, of richting Luchtbal, zal op dat moment onderbroken worden. Daar worden alternatieven voor voorzien.
Dus komende van het zuiden kan je dan hier afrijden om dan linksaf naar Luchtbal te gaan. Of komende van Merksem kan je doorrijden om de keerbeweging te maken en dan langs de zuidzijde richting Nederland te rijden. Het tweede moment van hinder is van 5 tot 16 juli. Ditmaal zal enkel de oprit richting Nederland afgesloten worden en is er wel één rijstrook beschikbaar richting Luchtbal. Buiten die periodes vallen we dus terug op hetgeen dat tijdens de hele werken van mei tot september van toepassing is. Dat is het eerste deel van de presentatie. Dan geef ik het woord door aan Harald Schenk. Harald is projectleider van het ROCCO en staat in voor de uitvoering van de werken in het noorden. We zullen, Harald, voor ik jou het woord geef, we zullen na jouw stukje even de mensen een minuutje of twee de tijd geven om eventueel nog vragen te formuleren die ze ondertussen voelen opborrelen. Dus na jouw stukje zullen we even 2 minuten pauze inlassen om nog vragen te laten noteren. Dat is prima, dankjewel. Dankjewel Wouter, ook voor de introductie. Mijn naam is dus Harald Schenk. Ik ben sinds september vorig jaar werkzaam bij de aannemerscombinatie ROCCO. En met Wouter vooral bezig om dit deel van de werken in goede banen te leiden. Ik ga u straks wat meer vertellen over de activiteiten die in het najaar 2021 gaan starten. Allereerst wil ook ik even stilstaan bij twee wijzigingen in de verkeerssituatie vanaf het najaar van dit jaar. Dat doe ik nadat ik eventjes de hoofdscope nog aan jullie heb medegedeeld. Waar ik straks over jullie ga vertellen is de scope schijnkoker en die bestaat op hoofdlijnen. Allereerst uiteraard uit een stukje werfinrichting, het bouwrijpmaken van de terreinen, de aanleg van werfwegen. Daarna zal ik wat nader inzoomen op de grote koken en leidingwerken en daarbij horen ook zogenaamde doorpersingen. Wat dat precies inhoudt, nog even de spanning omhoog houden. Grondwerken, diverse bouwkuipen moeten worden gerealiseerd voor zogenaamde overstort- of koppenconstructies die de bestaande, maar ook de nieuwe leidingwerken met elkaar verbinden. Nadat leidingwerken zijn aangelegd, kunnen we de oude leidingwerken verwijderen om ruimte te maken voor de diepwandwerken en dat zijn eigenlijk de bouwkuipwanden die Wouter zojuist al had benoemd voor de verdiepte ligging van de R1. Tot zover de scope op hoofdlijnen, kom ik straks nog in detail op terug. De verkeersaanpassingen die nodig zijn, en dan zal ik even mijn aanwijzer erbij pakken voor de duidelijkheid. We hebben eigenlijk twee bijzondere situaties, de Groenendaallaan zelf. Vanaf het najaar zullen er een aantal af- en opritten worden afgesloten voor het publieke verkeer. Dat betreft de oprit richting Nederland aan de noordzijde, maar ook de afrit aan de noordzijde. En de afrit aan de zuidzijde richting Nederland. Andersom gesproken, vanaf het moment dat wij gaan starten is alleen nog de afrit vanaf zuiden richting de Groenendaallaan in gebruik voor openbaar verkeer. Dat is de eerste ingrijpende verkeerswijziging. Dan hebben we nog eentje ten zuiden richting Albertkanaal. Daar is de situatie als volgt. De doorgaande vaarkei, de doorgaande verbinding naar het westen toe, die zou gebruikt worden uitsluitend voor bouwverkeer om dan ook onveilige situaties te voorkomen en bouwverkeer te scheiden van al het overige verkeer. En voor het overige verkeer zal hier een tijdelijke, maar toch langdurige verbinding worden gecreëerd, waar u vervolgens ook weer terugkomt op de Groenendaallaan en naar het verdere westen van de stad. Tot zover de wegsituatie. Dan de scope. Ja, schijnkoken, wat houdt dat in? Voor ons de aannemer is dat de naam geven voor een aantal activiteiten die in de voorafgaande werken plaatsvinden. Maar om allereerst een indruk te geven wat de schijnkoker zelf is, hier aan de rechterzijde een dwarsdoorsnede van een betonnen kokerconstructie. En als je naar de afmetingen kijkt, als je dat even tot zich neemt, 8,50 meter breed, 2,15 meter hoog, dat is nagenoeg een grote kelder van een behoorlijk wielergebouw. Deze koker die ligt op dit moment reeds in de ondergrond parallel aan de huidige R1 en 200 meter
ten zuiden van de Jozef Mazurenburg kruist de koken en vertrekt verder richting het noorden buiten het projectgebied. Dat is wat we de schijnkoken noemen. Wat doet de schijnkoken? De schijnkoken die is een buffervoorziening voor het riool, voor de waterafvoer van de wijk Merksem. Namelijk op het moment dat het reguliere riool aan haar capaciteiten komt, dan moet u denken aan langdurig regenval, hevige regenval, dan zal het overtollige water overstromen in deze schijnkokers en wordt vervolgens afgevoerd naar het Albertkanaal door middel van een pompinstallatie die daar reeds bestaat. Dus in die zin een veiligheidsvoorziening voor de wijk van Merksem om te voorkomen dat mensen met natte voeten komen te staan. Ja. Ja, wat is de uitdaging? Dat is een redelijk technisch beeld. Ik probeer het toch duidelijk uit te leggen. Voor de oriëntatie, links moet u zich voorstellen, is de wijk Luchtbouw. Rechts juist Merksem. We zien in het midden de huidige ligging, de huidige R1. Die vervolgens, zoals Wouter al heeft toegelicht, verdiept moet worden aangelegd. Hiervoor moeten we een groot gat graven. En dat gat dat kan alleen maar gegraven worden als aan de zijkant ook wanden worden gerealiseerd. Anders zou die hele bouwput instorten. Dat zijn dan ook die bouwputwanden die we als diepwanden uitvoeren. Dat is een bepaalde funderingstechniek. Die komt straks nog aan bod. Ja, ten oosten van de huidige R1, hier de locatie van de bypass, de tijdelijke snelweg die reeds al is benoemd. Ja, en wat is nou het probleem? Wat is het conflict? De huidige koker, die ik zo net liet zien, die ligt natuurlijk uitgerekend in de tracé van onze werken. En ja, die moet verwijderd worden. Dat kunnen we pas doen op het moment dat we een vervangende voorziening hebben getroffen. En dat zien we dan helemaal rechts. We gaan dus eerst nieuwe kokers, maar ook leidingwerken verplaatsen. Ja, tegen het oosten, om vervolgens de bestaande constructies te slopen en aan het einde van de rit de bouwkuip te kunnen maken. Dat is in principe de scope schijnkoken waar ik over ga. En ik neem u graag mee naar wat meer details om een indruk te geven van de kokers. Ja, en ik heb het links beneden ook even neergezet. Dat zijn kokers van afmetingen 450 bij 250. Met een gewicht van 25 ton, dat is het grote kokerwerk. En daarvoor komen dan ook kabelkranen van deze orde van grootte tot inzet die de kokerelementen plaatsen. De elementen die worden vervolgens aan elkaar getrokken, zodat er telkens een waterdichte verbinding ontstaat. Ja, voor de liefhebbers qua voortgang, wij denken toch per werkstroom, per ploeg, zo'n 5 kokers per dag te kunnen plaatsen. En het totale aantal alleen van de grote elementen is 700 stuks. Dus dat is een hoop werk om te verrichten. Ja, leidingwerken en hier als voorbeeld het plaatsen van waterleidingen. Hè. We leggen ook gasleidingen en rioolleidingen, maar hier voor de beltvorming de situatie hoe waterleidingen worden gelegd. Ik denk dat de foto's hier voor zich spreken. Op zich vrij kleinschalig rupsmaterieel die de buisdelen aanvoert en die worden vervolgens met schovens in de sleuf gehezen en gekoppeld. Ik had ze al genoemd, doorpersingen. We zien 3 cirkels. 1 cirkeltje bij de Mazurenbrug en 2 cirkels bij de Groenendaal aan oostzijde en westzijde. Tussen het bestaande spoor en wegviaduct. Doorpersingen, daar hebben we voor gekozen om overlast te voorkomen, namelijk voor de aanleg van leidingen in open sleuf. We moeten leidingen vanaf het zuiden naar het noorden aanleggen en hier zonder meer ook een verbinding zien te creëren. En u kunt zich voorstellen, als we hier 4 of 6 leidingen naast elkaar door de straat moeten leggen, dat de Groenendaallaan wekenlang gestremd zou zijn. Net zo bij de R1 is het uiteraard ook geen doen om die leidingen in open sleuf aan te leggen. Dus gaan we via ondergrondse boringen de koppeling maken. En ik persoonlijk kijk er heel erg naar uit. Het is techneut en wellicht heeft een van jullie ooit de gelegenheid een kijkje te nemen in de bouwput. Dat is wat we dan zien.
Aan de linkerzijde een schematische opstelling van een hele persinstallatie. Allereerst zal een bouwput moeten worden gemaakt op de gewenste diepte met beschoeiing om vervolgens het boorapparaat, en dat zien we hier aan de front, aan de boorfront, en hier rechts toevallig dan ook een belt, om dat boorapparaat neer te laten. En die boorinstallatie die wordt dan op afstand bestuurd en die zoekt zijn weg tot aan de overkant. En die buiselementen die worden vanaf achter successieve toegevoerd. En uiteindelijk wordt op die manier een verbinding gecreëerd tussen de persput, hè, dat noemen we dan de persput. En aan de andere kant van de weg hebben we dan de ontvangsput. En daarmee is het leidingwerk compleet. Ja, niet alleen koken, leidingwerken en ja, wat wij ook noemen infrawerken komen aan de orde in onze scope, schijnkoken. Ja, ook wij moeten betonnen constructies realiseren en op diverse plaatsen langs het gehele tracé worden ja, die zogenaamde overstort- of koppelconstructies gerealiseerd die de leidingwerken met elkaar verbinden. Ik zal het voorbeeld overstort nummer 2 heet deze wat nader toelichten hoe het in zijn werking gaat. De reguliere rioolafvoer vanaf de wijk Merksem, ja, die komt hier via de standaard rioolbuizen eraan. En onder normale omstandigheden wordt het water via de, in dit geval, aquafin, dus rioolkoker, afgevoerd naar het noorden, naar de zuiveringsinstallatie. Stel, het is langdurig een hevig regenval, dan zal deze kamer op een gegeven moment overstromen, namelijk over deze tussenmuur. En dat is dan ook het moment waar de schijnkokers, en die zien we hier links in beeld, ja, hun dienst doen. Op dat moment wordt het overtollige water juist naar de andere richting, naar het zuiden, naar het Albertkanaal afgevoerd, zodat het riool niet overbelast wordt en de wijk droog blijft. Deze constructies, ik zei het al, betonwerk, traditionele bouwmethode, met bouwkuipen, beschroeiingen en vervolgens bekisting, wapening, beton. Vanuitgaande dat ongeveer iedereen weet wat dat inhoudt. En dus kan ik daar straks graag nog wat over vertellen. Ja, werfinrichting. Eventjes van zuid naar noord. Inzoomen op de situatie nabij het Albertkanaal. Zoals ik al aangaf in het begin, via de vaart bereiken we dan hier onze werfzone in donkergrijs. Is hier een werfweg geschetst. In dit geval met de mogelijkheid om ook te kunnen keren en via de vaartkei ja, de zone weer te verlaten. Hier zien we dan schematisch weergegeven een bentonietinstallatie met opslagsilo's, menginstallaties, grondbekkens, die alle zijn nodig voor de realisatie van de bouwkuipwanden of dan wel voor de diepwanden. Waar ik straks nog nader op in ga zoomen. Dat is werfzone Albertkanaal als voorbeeld. Hier nog een foto van zo'n bentonietinstallatie. Watercontainers, menginstallaties, silo's, etc. Het is een veldfabriek, hè, kan je zeggen. Een tijdelijke fabriek op de werf. Gaan we wat meer richting noorden en net voorbij de Groene Dalaan. En hier ontsnapt net uit het zicht een tweede bentonietcentrale. Dan ja, zien we hier wederom de werkweg die vlak langs de huidige R1 verloopt. In dit gebied zullen zichtschermen langs de oostzijde, dus langs de wijk, worden geplaatst. Ja, en die oprit, dat staat hier. Die gaat voor het openbaar verkeer uit dienst en wordt alleen maar nog door de bouwers gebruikt als werftoegang. Ja, hier in het noorden komen we dan bij de zichtwal. Dat is de huidige grondberm. Echter, wat we hier zien is een aanpassing daarop. En het is moeilijk te zien, maar de huidige zichtberm die loopt hier enigszins kriskras door dit gebied. En dient ja, toch omgelegd te worden om ruimte te maken voor onze koken- en leidingwerkzaamheden die in dat geasseerde gebied plaats zullen vinden. De bestaande berm die verschuift dus, zoals hier weergegeven.
En daarnaast zullen we op enkele plaatsen, en dat valt bij mij op het scherm enigszins weg, maar op enkele plaatsen ook doorsteken moeten voorzien om een connectie te creëren tussen de werfweg aan deze kant van de berm en de wijkzone aan de oostzijde van de berm. Bomen, ja, blijven zoveel als mogelijk behouden. En ja, wat in de weg zit, dat moet helaas weg en komt over enkele jaren op een nog mooiere manier weer terug. Laatste stukje richting noorden. Helemaal in het noorden zien we de Mazure Brug. Ook hier de hoofdwerfroute langs de R1. We zien enkele doorsteken. Enerzijds voor ja, werflogistiek. Hier ook om de doorpersing te realiseren die ik reeds eerder noemde. Hier komt namelijk een ontvangsput die we moeten bouwen. De persingen zelf die worden van west naar oost gedaan. Voor de rest hebben we dan hier in het noorden ook een aansluiting op de weg. Zodat we ja, ook vanaf het noorden de aanvoer van materialen kunnen voorzien. Als alles is gedaan, of in ieder geval de nieuwe kokers en leidingwerken etc. zijn aangelegd en in gebruik, en dan praten we om en nabij medio 2022, dan kunnen we aan de slag om de bestaande kokers en leidingwerken te slopen. Ik heb dat hier nog eens met de rode lijn weergegeven, waar dat ongeveer het geval zal zijn. En direct achteraan, we wachten niet tot dat alles gesloopt is, maar na enige 100 meter voortgang zullen we dan ook ja, een begin maken met de diepwandwerkzaamheden. En dat betreft in dat gebied tussen Mazurebrug en Groenendalaan deze zwarte streep. Nu heb ik de diepwandwerkzaamheden herhaaldelijk genoemd. Dan wordt het ook hoogste tijd om een foto van werk en uitvoering te laten zien van een willekeurig project. Ja, en ik zeg altijd, dat is het echte werk. Hier gebeurt van alles tegelijk. We zien betonmixers, we zien verschillende kabelkranen. En ik zal u nu in detail nog toelichten waarvoor dat allemaal nodig is. Het is een schematische weergave van de realisatie van diepwandwerkzaamheden van links naar rechts. En in feite komt het daarop neer dat we in de grond sleuven graven en vervolgens met beton en wapening vullen, zodat straks de bouwkuip uitgegraven kan worden zonder dat die wanden weer instorten. Dat graven dat gebeurt in 3 stappen om uiteindelijk een volledig paneel te creëren. We graven dus eerst de ene buitenzijde, dan de andere buitenzijde en tot slot het middenste deel. Tijdens het graven wordt een vloeistof toegevoegd aan dat boorgat. Dat is een mengsel van water en een kleine hoeveelheid bentoniet. Bentoniet is niet eng, klinkt eng, is het niet. Het is een natuurlijke stof, kleiachtig, een heel fijne poeder, die ervoor zorgt dat het water, bentonietmengsel, net wat zwaarder is dan het grondwater waarin we ons bevinden. Daardoor, en dat is zeer technisch, ik geef het toe, ontstaat een bepaalde overdruk in de boorgat, in het graafgat moet ik zeggen, waardoor die sleuf niet in kan storten. Je kunt zich dus voorstellen dat een bepaalde overdruk het gat in stand houdt. Ja, op het laatst worden de wapeningsnetten ingehezen. Dat zijn in ons geval korven van ja, tot 20 meter per stuk en soms ook 2 keer boven elkaar. Dat geeft ook een beetje de dimensie aan. En met lange trechters, tremipipes noemen wij ze, wordt vervolgens van onder naar boven het beton gestort. En uiteindelijk hebben we dan een paneel hier in het bovenaanzicht gerealiseerd. En wordt de volgende paneel gegraven. En op die manier bewegen we ons voort en creëren we een doorlopende wand. Ja, dat was technisch. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. En in die zin ben ik ook aan het einde van mijn kort stukje. En dan bedank ik me voor uw aandacht met een mooie foto van het team Schijnkoker. Niet helemaal compleet, maar tot zover. En dan geef ik graag het woord door aan Nathalie.
Dankjewel, Harald. En wij merken inderdaad dat er een team vol goesting klaarstaat, zoals ze dat dan in het Vlaams zeggen. Vooraleer Nathalie het woord krijgt, geven we misschien even een minuutje de tijd aan de mensen om hun vragen te formuleren. Je kan die kwijt in de Q&A. Daar zie je bovenaan een 3 tabs, open, answered en dismissed. Bij answered kan je al kijken welke vragen er tot op heden al beantwoord zijn. En zoals ik zei, we gaan zoveel als mogelijk vragen op het einde van de sessie beantwoorden. Dus we geven jullie even de tijd om de vragen nog te formuleren, mochten die er zijn. Mag ik verder? Uiteraard, ja. Ja. Oké, goedenavond allemaal. Ik ben Nathalie Waterplas, ik ben ook projectleider bij Lantis. En ik zal iets meer vertellen over de volgende fase, namelijk de werken bij Merksem, de bouw van de bypass. Dus Harald heeft het gehad over de voorbereidingen. Eerst komen die werken aan de schijnkoker die Harald heeft toegelicht. En daarna starten we met de bouw van de bypass. En ik zal nu meer in detail enkele plannen laten zien. In de zone bij Merksem, hoe dat de bypass er zal uitzien. Dus voor de aanleg van de bypass, we hebben hier een werfinrichtingsplan, zoals we dat noemen. We zien hier hebben we Winterling Blijvoort. Hier is het Albertkanaal. En wat u hier in het bruin ziet aangeduid, is wat werfzone zal worden. Dus de lichtbruine en de donkerbruine vlakken worden werfzone voor de aannemer. Dat wordt plaats voor de aannemer om de nieuwe verdiepte erin te kunnen bouwen. Wat u in het grijs aangeduid ziet, zijn werfwegen voor de aannemer. Dus dat zijn wegen die door de werkzone lopen, die enkel voor de aannemer beschikbaar zijn. En wat u hier eigenlijk in stippenlijn ziet, is de bypass. Dus als u hier van zuid naar noord rijdt, dan gaat u hier over een nieuwe brug over het Albertkanaal rijden. Hier komt een nieuwe bogenbrug, een nieuwe overspanning over het Albertkanaal. Zo verder. Indien u van noord naar zuid rijdt, dan ligt de bypass hier en dan maakt u over het Albertkanaal gebruik van een deel van het bestaande viaduct van Merksem. Dus zoals gezegd, er komen zowel richting noord als richting zuid. Dus richting noord de nieuwe brug, richting zuid maken we gebruik van het viaduct van Merksem. U ziet hier dat de twee rijrichtingen ook niet vlak naast elkaar liggen. En dat is eigenlijk omdat er hier tussen de twee rijrichtingen een bestaand gasontspanstation ligt. En omdat de rijrichting noord niet vlak boven dat gasontspanstation zou liggen, waaiert die hier uit en zit hier een ruimte tussen de twee rijrichtingen. Dan iets verder naar het noorden. We hebben hier onderaan mijn scherm de Groenendallaan. En opnieuw hier, dus in het bruin, worden werfzones voor de aannemer, grijs zijn werfwegen. En hier loopt dan de bypass. Hier over de Groenendallaan is de bypass nog een viaduct. Dus de bypass ligt daar hoger dan de Groenendallaan. Het verkeer rijdt over de Groenendallaan. En hier zakt de bypass dan en hier ligt de bypass dan eigenlijk op volle grond naast de bestaande R1. Zodanig dat de zone van de bestaande R1 eigenlijk volledig wordt vrijgemaakt en dat de aannemer daar de plaats heeft om de nieuwe verdiepte R1 aan te leggen. Er komen ook in de zone hier met bebouwing komen ook overal geluidsschermen langs de bypass. En de bypass wordt ook overal voorzien op 70 km per uur. Dit zijn dan enkele dwarsdoorsneden. Dus dit is eigenlijk de bestaande situatie ter hoogte van de Bergen op Zoomlaan. We hebben hier de bestaande snelweg, de bestaande R1. Hier de bestaande groenzone en dan de Bergen op Zoomlaan. En dan... De eerste werken die uitgevoerd worden, is de werken van de schijnkoker en de rioleringswerken. Dus u ziet hier die kokers. Dat is het gedeelte dat Harald daar straks heeft toegelicht. En daarbovenop komt dan de tijdelijke R1 met hier de geluidsschermen die u kan zien.
Hier hebben we opnieuw de Bergen op Zoomlaan. En hier wordt dan de zone vrijgemaakt, zodat hier eigenlijk de verdiepte erin kan aangelegd worden. En dit is dan een situatie van het eindbeeld. Als de Oosterweelwerken uitgevoerd zijn, dan hebben we, dan wordt de tijdelijke erin die hier lag, de bypass, wordt uiteraard volledig afgebroken. Hier wordt een bermenlandschap aangelegd en de nieuwe erin komt hier verdiept aan, wordt hier verdiept aangelegd tussen die diepwanden die ook daar straks zijn toegelicht. Werfzone Distelhoek, dus nog iets meer naar het noorden. We hebben hier opnieuw de werfzones voor de aannemer en hier opnieuw de bypass die naast de werfzone komt te liggen en die dus ook naast de bestaande erin ligt. Dat is hier in die zwarte lijnen aangegeven. Ook hier voorzien we overal geluidsschermen naast de bypass. En hier voorzien we ook om de bestaande berm, dus nu ligt er een zichtberm tussen de woningen en de bestaande erin. Die bestaande berm wordt verplaatst om hier toch ook een extra afscheiding te maken tussen de bypass en de wijk. De werfweg ligt hier aan deze kant, aan de zone van de spoorweg. Ook hiervan heb ik nog enkele doorsnedes. Dus dit is opnieuw de bestaande situatie bij Meijerhoek dan. We hebben hier de bestaande erin, de bestaande berm, en dan Meijerhoek. En dan, als de bypass gebouwd is, hebben we hier de bypass liggen. We voorzien ook hier geluidsschermen. En we voorzien hier dan die verplaatste zichtberm tegen die geluidsschermen aan. Hier hebben we dan de nieuw aangelegde schijnkoker, die in een vorige fase al aangelegd is. En hier hebben we dan Meijerhoek. En zo wordt opnieuw hier plaatsgemaakt voor de aannemer om de nieuwe verdiepte erin aan te leggen. En dat geeft dan in eindsituatie dit. Dus de R1 is hier dan verdiept aangelegd. De bypass is uiteraard opgebroken. En hier wordt dan een parkgebied aangelegd waarvan dat het exacte uitzicht nog wordt bepaald door de ringparkontwerpers. Dus hier ontstaat dan een zone die ingericht zal worden als parkgebied. En tot slot de Mazurenbrug. Dus we hebben hier bovenaan de Mazurenbrug. De situatie is een beetje hetzelfde. Dus de bypass ligt volledig naast de bestaande R1. Ligt hier ook op volle grond, dus niet meer op een viaduct. Ook hier voorzien we geluidsschermen en voorzien we om de bestaande zichtberm te verplaatsen en tegen de bypass aan te leggen. En de werfweg ligt ook hier aan de zijde van de spoorweg. En dat geeft dan dit op dwarsprofiel. Dus we starten opnieuw met de bestaande situatie. Dit is de bestaande R1, de bestaande berm. En hier Geertshoek. Dan in de fase van de bypass is hier de bypass aangelegd met opnieuw de geluidsschermen en die berm die verplaatst is om toch die afscheiding te vormen. Hier hebben we dan de schijnkoker die in een eerdere fase aangelegd was. En hier hebben we dan Geertshoek. Zo krijgen we de aannemer opnieuw hier plaats om de nieuwe R1 aan te leggen. En dan geeft dat dit als eindbeeld na de werken. De nieuwe R1, de bypass opgebroken en hier opnieuw een zone die volledig zal ingericht worden als parkgebied. Nog iets over de planning. De bedoeling is, dus we starten de omgevingsvergunning Oosterweel is bekomen. We starten nu in mei met die eerste nutswerken ter hoogte van de Groenendaallaan die Wouter in het begin heeft toegelicht. In het najaar van dit jaar starten we aan de voorbereidende werken, dus de werken van de schijnkoker en die overige leidingen, die werken die Harald heeft toegewerkt. Ter hoogte van Schijnpoort zullen er ook al een aantal beperkte nutswerken gebeuren. En in het najaar van dit jaar vragen we ook een vergunning aan voor de bypass. Dus daar wordt een omgevingsvergunning voor aangevraagd, met tegen dan ook heel gedetailleerde plannen en daar volgt dan ook een openbaar onderzoek. In het voorjaar van volgend jaar starten we dan met de bouw van de bypass en die zal volledig in gebruik zijn in 2024. Dan kan de bestaande ring afgebroken worden en dan kan de nieuwe verdiepte erin aangelegd worden. Om dan in 2029-2030 de bypass af te breken en de vernieuwde ring in gebruik te nemen. Om dan in 2030 de werken af te ronden. Nog iets over de impact van de werken. Het zijn grote werken die zullen uitgevoerd worden.
En we willen wat we uitvoeren ook constant monitoren en constant opvolgen. Dus de impact op de omgeving zullen we constant opvolgen. Er zijn een heel aantal parameters gedefinieerd die we zullen meten. Dat gaat over luchtkwaliteit, geluid, trillingen, mobiliteit. Een heel aantal parameters die gemonitord zullen worden. En die monitoring zal gebeuren door een onafhankelijke partij. We zullen beginnen met die metingen voor het begin van de werken, zodanig dat we ook een referentiesituatie kennen, dat we de nulsituatie kennen. En dan tijdens de werken meten we. En zo kunnen we eigenlijk snel ingrijpen bij overschrijdingen of om mogelijke schade te voorkomen. Die monitoringscampagne zal vrij uitgebreid worden opgezet. En dan vertellen we er ook graag bij dat het eerste project is dat zo uitgebreid zal gemonitord worden en zo opgevolgd zal worden. Nog iets over de gevolgen van de werken op het verkeer. Dus de bypass krijgt 3 rijstroken richting zuid en 4 richting noord. Dus dat is 1 rijstrook minder dan in bestaande situatie. Dus er is een reductie van het aantal rijstroken op de R1 tussen Ekeren en het complex E313. Het complex Merksem wordt afgesloten van en naar het noorden. Dus de op- en afritten richting zuiden blijven open. Dus u kan komende van het zuiden kan u de bypass verlaten naar de Groenendalaan. En op de Groenendalaan kan u de bypass richting zuid oprijden. Maar de op- en afritten richting noord worden afgesloten. Dus richting zuid blijven behouden, richting noord worden afgesloten. En er zijn ook een aantal... zal ook een hinder zijn op het onderliggend wegennet. Dus op de Groenendalaan zal hinder zijn bij de bouw van de bypass en tijdens de werken. De vaartkaai wordt onderbroken, dat is ook al even toegelicht. En ook aan Schijnpoort zal er een reductie zijn in het aantal rijstroken, onder andere om daar nutswerken te kunnen uitvoeren en ook om daar de bypass te kunnen aanleggen. Zo, dan geef ik denk ik even het woord aan Annick. Ja, uiteraard gaan deze werken ook gepaard met heel wat communicatie. En de webinars waar we jullie op uitnodigen is één van die kanalen die we zullen gebruiken. Uiteraard zijn we vandaag een beetje gehandicapt omwille van corona. Het lijkt ook heel sterk op eenrichtingsverkeer. Wij die jullie heel veel informatie geven en jullie hebben slechts of voelen misschien de beperkte mogelijkheid om vragen te stellen. Nu, het is zo dat wij deze webinars uiteraard niet beschouwen als eenrichtingsverkeer. De vragen die jullie ons stellen, de opmerkingen die jullie geven of de verzuchtingen die jullie formuleren met jullie vragen, die nemen wij wel degelijk mee, ook met het opmaak van de omgevingsvergunning die later dit jaar nog moet opgemaakt worden en moet ingediend worden. Dus beschouw dit zeker niet als eenrichtingsverkeer waar wij jullie overladen met informatie. Het is voor ons wel degelijk tweerichtingsverkeer, ook al zijn we vandaag wat gehandicapt door de omstandigheden. Maar de vragen, de opmerkingen, de verzuchtingen die jullie ons stellen, die nemen we zeker mee en proberen we zo goed als mogelijk te verwerken in onze omgevingsaanvraag, want het is onze allergrootste betrachting om deze werken te laten verlopen met de grootste zorg voor de omgeving. Dat gezegd zijnde, we hebben uiteraard een website, oosterweelverbinding.be. Die wordt in de loop van dit jaar nog in een nieuw jasje gestoken. Dat zal klaar zijn tegen september. En opnieuw, de grootste ambitie is daar om ervoor te zorgen dat je als burger of als weggebruiker daar heel snel je informatie terugvindt. De webinar die we vorige keer hebben gegeven in december, die is daar ook nog steeds te raadplegen. De webinar die we nu geven, die zal daar ook te raadplegen zijn. Die vind je telkens terug onder de rubriek Nieuws. Uiteraard zijn er onze sociale mediakanalen waar we rapporteren over het project. Met Instagram meer met printjes of met beelden. Facebook uiteraard ook wel wat informatie. En Twitter gebruiken we vooral voor hinder. Dan is er onze nieuwsbrief. Ik raad jullie aan om daar zeker en vast op in te schrijven. Dat kan ook eenvoudig via onze website. En dan zullen we uiteraard ook inzetten op buurtgerichte informatie. Een sterk middel om ons te bereiken is onze mailbox, info@atlantis.be. Dat is een mailbox waar een ticketsysteem aangekoppeld is. En dat wil zeggen dat we eigenlijk op die manier geen enkele mail verloren laten gaan. En dat we op die manier jullie ook kunnen garanderen dat er binnen de 24 uur een eerste teken van leven wordt gegeven. En we streven er echt wel naar om binnen de 48 uur, en als het een echte moeilijke vraag is, dan kan het natuurlijk wel langer duren, maar om binnen de 48 uur een deftig antwoord op uw vraag te formuleren.
webinars van vandaag en we hopen die in de toekomst, in de nabije toekomst, heel snel te kunnen combineren met infomomenten, terug fysieke infomomenten, waar we naar de buurt kunnen gaan, waar we jullie kunnen ontmoeten en waar we ook naar jullie kunnen luisteren. En dan zijn er inderdaad bewonersbrieven die we zullen bussen, wanneer er bijvoorbeeld wanneer we hinder verwachten, zodat jullie daar tijdig van geïnformeerd worden. Op die bewonersbrief zal er telkens ook opnieuw een mailadres vermeld worden waar je terecht kan in geval van vragen. En uiteraard zullen wij, wanneer de werken starten, ook op bepaalde momenten fysiek in de wijk aanwezig zijn. Dus dat was het om even het overzicht te geven van de communicatie. Ik denk dat we hiermee aan het einde van de presentatie zijn, of komt er nog een stukje? Ah, hier, voilà. Nog een heel modern, een QR-code, tegenwoordig weer helemaal in, waar je mee kan inschrijven ook op onze website, op onze nieuwsbrief. Kan ook via onze website, heel eenvoudig. Voilà. En dan zijn we nu bij het vragenmoment aangekomen. Hou u zeker niet in om nog steeds vragen te stellen, maar dan zullen we nu beginnen met de vragen te overlopen. Ik weet niet of ik had daar straks een opmerking van iemand die niet kon zien welke vragen al beantwoord waren. Ik hoop dat dat ondertussen wel zichtbaar is. Ik kan alleen maar oordelen van wat ik zie op mijn eigen scherm, maar bovenaan zie ik verschillende tabs en daar kan je zien welke vragen beantwoord werden. Maar goed, we gaan beginnen met de eerste vraag. En dat is een vraag van Anne, die zegt: de Groenendaallaan is nu al een zwemvijver bij hevige regenval, zeker onder de huidige ring en ter hoogte van station Luchtbal. Hoe gaan jullie dat oplossen als jullie nog gaan zakken? Ik zal de eerste voor mij nemen. Dus wat daar al ter straks heeft laten zien zijn, is het principe van de diepwanden. Waarom maken we die diepwanden? Die worden voorzien tot in de boomse klei. Dus dat is een diepliggende kleilaag die zo dens is dat er geen water doorkomt. Dus die diepwanden worden aan weerszijden zo diep aangelegd totdat ze in de boomse kleilaag zitten, waardoor, als we tussen die diepwanden gaan uitgraven en dus ook grondwater gaan wegpompen, dat water weg is. Er sijpelt geen water meer langs de zijkanten in. Er komt ook geen water meer langs de onderkant door die boomse klei naar binnen. Dus die bouwput die is droog. Dat is het principe van die diepwanden, waarom dat we die aanwenden. Dus op die manier gaat er vermeden worden dat het daar een grote zwemvijver wordt. Oké, dankjewel Wouter. Matthew vraagt: zal de bypass voor meer geluidsoverlast zorgen voor de omliggende buurten? Wouter, is dat oké? Ik zag jou knikken. Ja. De bypass komt iets dichter bij de buurt te liggen, dat klopt. Om die effecten daarvan het niet te doen of om mitigerende maatregelen op te werpen, wordt daar dus een geluidsscherm op voorzien. Dat geluidsscherm is 4 meter hoog. En daarnaast wordt er natuurlijk ook een snelheidsreductie toegepast. En we gaan niet meer 100 km per uur rijden, maar we gaan 70 km per uur rijden. Hetgeen dus ook zorgt voor een daling van het geluid. Oké. Een volgende vraag over de bypass. Een bypass van 7 baanvakken met een vraagteken. Wat met de fietsbrug over de Albertkanaal? Over het Albertkanaal, sorry. De bypass is inderdaad 7 baanvakken, dus 4 richting noord, 3 richting zuid. Ter hoogte van het Albertkanaal wordt voor de baanvakken richting zuid wel gebruik gemaakt van bestaand viaduct van Merksem. Dus daar komen enkel 4 nieuwe baanvakken richting noord. En de bestaande fietsbrug over het Albertkanaal, dus ter hoogte van de IJzerlaan, die blijft altijd in dienst. Dus daar zullen enkele aanpassingen voor nodig zijn, maar we zorgen er wel altijd voor dat daar een vlotte en veilige fietsverbinding is over het Albertkanaal. Oké. Een vraag over een stukje weg daar in de buurt, of het niet mogelijk is om de vaartkaai tijdens de werken open te houden voor fietsers. Daar is zeker naar gekeken. Nu, de werken die we moeten uitvoeren zijn hele grote werken. Zowel ter hoogte van de vaartkaai als eigenlijk gans de zone in het noorden, dus tussen het Albertkanaal en de Mazurebrug. We gaan daar hele grote tunnels en verdiepte sleuven graven. Daar gaat heel veel grond vrijkomen en die grond gaat afgevoerd worden via het Albertkanaal. Dus er gaat ter hoogte van het Albertkanaal heel veel verkeer zijn, heel veel werfactiviteit om die grond op het Albertkanaal te krijgen en zo af te voeren. En bovendien gaan we ook onder het Albertkanaal dan nog een aantal tunnels leggen. Dus de R1 komt ondertunneld onder het Albertkanaal en ook de kanaaltunnels komen op die locatie. Dus daar
juist op die locatie komt echt heel veel werfactiviteit. En het, ja, er is geoordeeld dat het niet veilig is om dan ook nog eens de fietsers erdoor te sturen. Dus er is voor gekozen om de vaartkaai volledig af te sluiten, om de aannemer een volledig omheinde werf te geven. Om daar zeker geen publiek door te laten, om zo echt een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Dankjewel, Nathalie. Bea blikt al vooruit naar het afbreken van de bypass. In het Ringpark Groenendaal werd voorgesteld dat de bypass een ecoduct zou worden, zodat er een ecologische verbinding over het Albertkanaal zou komen. Hoe breed wordt de bypass trouwens en blijft die dan even breed voor de ecoduct? Ja, dus het... zeg maar, Wouter. Ik ging zeggen, dat klopt in de uitleg die ik gaf van de bypass, dat die afgebroken wordt. Dat is een goede bemerking. Het klopt dat het deeltje van de bypass dat over het Albertkanaal gaat en waar dus een nieuwe boogbrug voor besteld en gebouwd wordt, dat deeltje, die nieuwe boogbrug, dat is de bedoeling, daar wordt ze op ontworpen alleszins nu al, dat die kan hergebruikt worden in het kader van de groene verbinding. Dat wil dus ook zeggen dat die boogbrug die ongeveer 25 à 30 meter breed is, dat die behouden blijft. Dus die volledige breedte die blijft toegankelijk dan voor die groene verbinding tussen het noorden en het zuiden over het Albertkanaal. Maar dat klopt dus dat het de bedoeling is om die te hergebruiken en die niet af te breken. Misschien nog, als ik nog even mag aanvullen. Dus de boogbrug wordt daar inderdaad op voorzien. De exacte implanting van waar die dan zal liggen als gebruik, als groene verbinding en hoe dat die aansluitingen en zo exact zullen gebeuren, dat is een vraagstuk waar de ringparkontwerpers en de stad nu mee aan de slag zijn. Dus voor meer informatie denk ik dat de juiste kanalen bij de stad zeker nog info kunnen geven. Oké. Okay. Een kleine 10 jaar geleden is er, zegt Guido, reeds een leidingentunnel aangelegd aan de noordkant van de Groenendaallaan. Hij vindt die niet terug op de plannen. Ik denk dat die... dat we dan de leidingenkoker bedoelen die aan de noordkant van oost naar west gaat. Die is dus aangelegd net om de bedoeling dat als we later de verdieping gaan doen van de ring, dat die koker dat die daaronder doorgaat. Dus die gaat een 20, 25 meter diep nu al, om dus als we later gaan graven, om ervoor te zorgen dat die nutsleidingen dat die al diep genoeg liggen. Die staat nu, normaal staat die wel op de plannen, dus die wordt wel degelijk mee in rekening genomen. Ik weet nu niet exact welk plannetje dat u bedoelt, maar... Als dat de vraag is, houden we ermee rekening, heel zeker. Dat is deel van ons werk, dat hebben we op voorhand uitgevoerd, dus die zit er integraal bij. Oké. Er is gesproken over die diepwanden die moeten geplaatst worden. Welke geluidsoverlast verwachten wij daarbij? Is dat misschien iets, Harald? Ja goed, ik kan niet schermen met getallen. Het zijn draaiende machines. Hè. Het zijn in ieder geval geen heipalen. Hè. Dat wordt vaak als het ergste ervaren qua funderingswerken. Maar goed, het zijn zware machines, aggregaten die draaien. En voor de rest is dat niet de meest geluidruchtige activiteit. Dat niet. Oké, dankjewel Harald. Ja. Hoe wordt, want we hebben wel wat werk te verrichten. Hoe wordt al het materiaal aangevoerd en afgevoerd? Er worden werfzones of werfwegen voorzien. Dus in het geval van de schijnkoker in het noorden dan, wil dat zeggen dat er een werftoegang komt vanaf het noorden, van aan de kant Mazurebrug, en dan is ook een werftoegang vanaf het zuiden aan de kant Groenendaallaan. Dus via die verbindingen komt het werfverkeer op de werf zelf. Dus niet via de kant van de bewoning, niet via de kleinere wijkstraten, wel degelijk via de Groenendaallaan en de Mazurebrug, om dan vervolgens via de werfwegen die aan de linkerzijde van de zichtwaal worden geplaatst, om zo naar de exacte positie te gaan. Oké. Daarbij aansluitend misschien, Wouter, wordt er ook door verschillende mensen gevraagd of wij iets meer kunnen vertellen over het werkregime van de aannemer en dan meer bepaalt of hij ook tijdens de nacht zal kunnen werken. Het algemene werkregime is zeker niet tijdens de nacht. Dus we werken van 6 tot 10 in 2 shiften. Nu, dat wil zeggen dat we dus niet tijdens de nacht werken. Dat is niet de bedoeling. Tenzij op heel uitzonderlijke situaties, als de timing het noodzakelijk acht. Of als er bijvoorbeeld zaken zijn zoals we gaan belangrijke verkeersaders onderbreken en die werken moeten snel gaan.
dan kan er wel geoordeeld worden dat er 's nachts moet gewerkt worden. Maar voordat we dat doen, gaan we altijd mee nemen contact op met de buurt om dat te bespreken en ook met de juiste instanties. Oké. Okay. Wou je daar nog iets aan toevoegen? Want ik zag jou... Nee, ik onderbrak jou. Nee. Oké, goed. Misschien nog even over het werk, de werken en de werven verder gaan. Er zijn ook een aantal mensen die wel zorgen hebben over eventuele schade aan huizen die zal optreden door grondwaterstand die verlaagt of trillingen, wat scheuren eventueel zou kunnen met zich meebrengen. Hoe wij daarmee zullen omgaan. Daar komt het monitoringsverhaal heel sterk naar voren. Dus we gaan een aantal zaken monitoren. Ik heb gesproken over geluid en lucht, maar zeker ook grondwaterstanden. Dus er zal een uitgebreid pijlbuisnetwerk voorzien worden waar we grondwaterstanden kunnen opvolgen. We zullen ook zettingen opvolgen, zodanig dat we snel zien als er toch iets fout zou beginnen gaan. En dan uiteraard... zullen er ook de nodige kanalen voorzien worden om, moest er toch schade zijn, om de schade gemakkelijk aan te geven via Landis. Ja, er was ook een vraag of we voorafgaandelijke plaatsbeschrijvingen zullen uitvoeren. Ik weet niet, Nathalie, of je daar nog iets over kan vertellen? Er zullen geen voorafgaandelijke plaatsbeschrijvingen uitgevoerd worden, omdat het vaak blijkt... als er dan schade is, toch niet zo heel nuttig te zijn, dan wordt dat een verzekeringskwestie en de verzekeringen sturen toch experten ter plaatse die dan kunnen nagaan eigenlijk ja, wat er gebeurd is en van waar de schade afkomstig is. Dus omdat het, er zullen geen voorafgaandelijke plaatsbeschrijvingen gemaakt worden, omdat die vaak toch niet zo nuttig blijken als er dan schade is. Maar zoals gezegd gaan we er ook alles aan doen om die schade te vermijden via dat monitoringsverhaal. En gaan we er ook voor zorgen dat moest er dan toch schade zijn die ook eenvoudig aangegeven kan worden. Ja, inderdaad. Dat zal via een meldpunt op onze vernieuwde website zijn. Ook op de homepagina terug te vinden. En sowieso, als u daar zelf meer comfort bij heeft om toch foto's te nemen, u mag zelf foto's nemen. Hè. Die kunnen dan desgevallend door de expert worden toegevoegd aan het dossier. Maar wij zullen zelf niet investeren in voorafgaandelijke plaatsbeschrijvingen. Maar uiteraard kan u zelf foto's nemen van uw woning. We vragen dan wel om op een of andere manier een datering te voorzien. Maar die kunnen dan door de expert ook worden beoordeeld en worden toegevoegd aan uw dossier. Er was ook nog een vraag over de diepwanden. Klopt het dat de diepwanden niet volledig doorlopen tot aan de Mazurenbrug? Die lopen niet helemaal door tot aan de Mazurenbrug. Dat klopt, omdat de hoogte van de Mazurenbrug zitten we gewoon niet meer zo diep. Dus ze moeten een bouwkuip maken waartussen dat we dus het water kunnen wegpompen zonder dat het invloed heeft naar de omgeving. Maar dat is van toepassing op de punten waarop dat we dus onder het waterniveau komen. De hoogte van Mazurenbrug komen we terug aan het oppervlak en sluiten we dus aan op de bestaande toestand en zijn er dus ook geen diepwanden meer nodig. Oké. Okay. We hebben gesproken over bentoniet. Ik denk voor de meeste mensen toch iets, een stof is of een substantie, of ik weet zelf niet hoe ik het moet verwoorden, want ik ben zelf geen aannemer. Maar het roept wel wat vragen op. Misschien iemand het verschil tussen beton en bentoniet kan uitleggen en of er asbest zit in bentoniet, of het een stof is die schadelijk is voor de gezondheid. Het is misschien ook nog eentje voor jou, Harald. Ik zie je al glimlachen. Ja, ik zal het proberen. Hè. Ik had net al aangehaald, bentoniet is in feite een natuurlijke stof. Hè. Het is klei die gewonnen wordt in steengroeven en die wordt heel fijn vermalen. En die wordt vervolgens toegevoegd aan het water, aan het bentonietmengsel, waarmee wij dan de sleuf stabiel houden. Het is zelfs zo dat bentoniet, en de dames in deze ronde zullen het wellicht zelfs weten, hè. Bentoniet zit zelfs in make-up. Ja, dat is het spul wat zeg maar, de poriën helemaal gaaf en egaal maakt. Hè. Dat is bentoniet. En beton... bestaat niet. Ja. Harald, dat bestaat niet. En beton daartegen is een samenstelling van enerzijds zand en cement en water. En ook cement, goed, wordt ook gewonnen in steengroeven enerzijds of uit reststoffen in de afvalverbranding. En dan praten we dan over hoogovencement. Oké, okay. Dus, ja. Maar dus niet schadelijk en niet asbesthoudend. Nee. Oké, okay, duidelijk. De bewoners van de wijk Bergen op Zoomlaan willen graag weten hoeveel de werken verwijderd blijven van de woonzone. Wat gebeurt er met het werfverkeer?
Ik denk dat ik nog aan het mijn scherm aan het delen ben. Hè. Misschien ja. Kan ik eventjes. Dat gaat niet zo vlot. Oké. Dus we zien hier, ja, er staan nu ook net geen afmeting bij. Dus de bypass komt wel degelijk een stuk dichter tegen de bewoning te liggen. Zeker ter hoogte van de Bergen op Zoomland. Dat is eigenlijk de plaats waar dat eigenlijk ook het minste ruimte beschikbaar is. En waar dat de bypass ook het dichtst bij de woningen komt te liggen. Dus hier ligt de bypass ook boven de schijnkoker. Dus in eerste instantie wordt de schijnkoker aangelegd. Komt de werf weg hier, die staat hier nu niet op. Vervolgens, als de bypass in dienst is, zit al het werfverkeer natuurlijk aan de andere kant van de bypass om de verdiepte R1 aan te leggen. Oké. Okay. De doorpersing, Harald. Hoeveel geluidshinder en trilling brengt die mee ter hoogte van Geert's Hoek richting luchtbal? Daar moet ik passen, daar heb ik geen getallen paraat. De werkzaamheden aan zich die vinden plaats op diepte in de bouwput zelf. En op mijn veld, het enige wat daar gebeurt, is hijsbewegingen. Hè. Worden telkens weer buisdelen vanaf mijn veld in de bouwkuip gehezen. Dus ook daar zou ik durven te stellen, valt het lawaai wel mee. Als er echt behoefte is aan getallen, hè, en dan praten we over decibel, dan zouden we daar op een later moment nog op terug moeten komen. Misschien aanvullend, qua hinder is het misschien wat te vergelijken met de doorpersing die er destijds gebeurd is voor de leidingen koker onder de ring. Dus een beetje hetzelfde principe. Qua geluid is nu ook niet direct mijn expertise, maar naar hinder of van trillingen wordt dat ook in het kader van de monitoring. Dus ook daar wordt er opgevolgd welke trillingen zijn er en om het zo binnen de perken te houden. Ja, sorry. Ik was even in overleg met een collega. De vraag was beantwoord, hè? Ja. Ja. Anne vraagt nog even de slide. Ik denk dat we die misschien nog eens even terug opnieuw laten zien. De slide van de werfweg ter hoogte van Geertshoek, Rietschoorvelde. Welke impact zal dat werfverkeer hebben op de wijk? Dat is hier, maar ik denk dat het dan vooral de slides in het vorige deel van de presentatie is die zinvoller is. Mijn excuses, de doorscrollen gaan niet zo snel. Hier geloof ik. Dus hier hebben we de bestaande zichtberm liggen, die zoveel mogelijk behouden blijft. Dus het groene hier blijft behouden. De werfweg komt eigenlijk te liggen achter de zichtberm voor de werken aan de schijnkoker. Dus hier in de gearceerde zone worden de leidingen en de schijnkoker aangelegd. En het werfverkeer zit aan de andere kant van de berm. Er zijn wel een aantal doorsteken gemaakt in de berm. Natuurlijk, het werfverkeer rijdt hier, maar moet wel op de plaats van de werken zelf geraken. Dus er zijn een aantal doorsteken gemaakt in de berm om het werfverkeer de kans te geven hier de sleuven te graven, de elementen aan te dragen en zo verder. Nu, wat misschien ook nog belangrijk is om hier te zeggen, is om... dus we beseffen dat we hier een onderbreking maken in de bestaande berm, die eigenlijk zowel het zicht als het geluid afschermt. En om dat te compenseren, worden er in deze toestand tijdelijke geluidsschermen ook voorzien langs de bestaande R1. Dus ook langs de bestaande R1 worden in deze situatie geluidsschermen voorzien van 4 meter hoog, om eigenlijk te compenseren dat we hier doorsteken maken in die berm. Om ervoor te zorgen, dus opnieuw, dat we de situatie zeker niet erger maken als in bestaande toestand. Oké,
Dankjewel, Nathalie, voor deze toelichting. Ik zie dat er ook een aantal mensen zijn die reageren op onze toelichting met betrekking tot de bevindingsstaten, mensen die niet akkoord zijn. Er is zelfs iemand die zegt dat we daarmee onze verantwoordelijkheid ontlopen. Ik wil daar toch nog heel even heel duidelijk stellen dat het absoluut niet onze bedoeling is om onze verantwoordelijkheid te ontlopen. Integendeel, we hebben ook met de verzekering samengezeten om het proces voor de burger te uniformiseren, om te vermijden dat u als burger het gevoel heeft dat u op een bepaald moment van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Vandaar dat wij zelf als bouwheer ook richting de verzekeraar een veel grotere rol willen opnemen om veel korter te kunnen opvolgen, want anders is het vaak een zaak tussen de aannemer en de verzekeraar. Wij willen daar als bouwheer wel degelijk een vinger in de pap te brokken hebben, net om ervoor te zorgen dat u als burger niet aan het kortste eind trekt. Nu, ik kan mij voorstellen dat u nog steeds met enige argwaan naar dit antwoord luistert, maar het is allerminst onze bedoeling om u als burger aan het kortste eind te laten trekken. En als ik zei van u mag zelf foto's toevoegen, is het niet om u op kosten te jagen, is het niet om u een expert te laten aanstellen. U mag dat echt gewoon helemaal zelf met uw eigen gsm, met een eigen fototoestel doen. Die kunnen door de expert beoordeeld worden. Maar waar men door voortschrijdend inzicht op uit is gekomen, is dat eigenlijk een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving geen noodzakelijk element is om een deftige expertise te laten uitvoeren. Dus laat u alstublieft door het antwoord dat wij geven, niet in de veronderstelling dat wij daarmee onze verantwoordelijkheid willen ontlopen. Ik denk allerminst. Eens even kijken. Er zitten nog heel wat vragen in de Q&A, maar ik denk dat het ons te ver gaat leiden om ze allemaal te beantwoorden. Maar wij gaan ze beantwoorden. We gaan ze de komende dagen schriftelijk beantwoorden. Die schriftelijke antwoorden die zullen ook per mail aan u bezorgd worden. Dus we hebben uw mailadres omdat u heeft deelgenomen aan deze webinar. U krijgt die per mail toegestuurd en u zal die donderdag ook op onze website terugvinden. We laten de chatfunctie nog even openstaan, of beter de Q&A-functie nog even openstaan. We gaan de meeting niet onmiddellijk sluiten, zodat u ook nog uw vragen kan blijven ventileren. Het is nu 21:12. Om 21:20 zullen we de meeting sluiten, zodanig dat de vragen nog kunnen toegevoegd worden. Maar we gaan ze nu niet meer mondeling beantwoorden. Ze zullen schriftelijk beantwoord worden. Rest er mij nog u heel erg te bedanken voor uw aanwezigheid. En wij zien elkaar graag een volgende keer opnieuw. Fijne avond nog.